Uw aandacht voor een bekendmaking van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hierbij maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bekend dat de uitbetaling van Algemene Kinderbijslag over het dienstjaar 2018 door de dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen in het district Saramaka als volgt zal plaatsvinden. Dinsdag 27 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonende te Weg. plaats van betaling winkel Kunjbihari. Aan de geregistreerden wonende te Tambarejo en Josikreek, plaats van betaling winkel Bihari. Aan de geregistreerden wonende te Catarina Sofia, plaats van betaling winkel Batjoe. Aan de geregistreerden wonende de Tijgerkreek Oost en West, plaats van betaling Casanova Bar, huizen Lieveld. Aan de geregistreerden wonende de Calcutta, plaats van betaling kantoor Sosavo Aldaar. Woensdag 28 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonen de te Dambuntong, Damalang en Sidodadi, plaats van betaling huizen Samidin. Aan de geregistreerden wonen de te Groningen, Paluluweg en Misgunst, plaats van betaling kantoor Sosavo te Groningen. Aan de geregistreerden wonen de te Kampombaru en Lapul. plaats van betaling huizen Karimin. Aan de geregistreerden wonende te Grafenstein, plaats van betaling Huizen Chromodrono. Aan de geregistreerden wonende te Maho Project, plaats van betaling Winkel Deonarain. Donderdag 29 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonende te Jaricaba en Uitkijk, plaats van betaling Kantoor Sosavo, te Meester Shandy Showweg. Notabene de betalingen geschieden uitsluitend tegen overlegging van de AKB-kaart en een ID-kaart van CBB alsmede het familieboekje of een recent gezinsuittreksel. Bij een machtiging dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen: een machtiging afgestempeld en getekend door het hoofdbureau AKB, een ID-kaart van CBB, de AKB-kaart en het familieboekje of een gezinsuittreksel van betrokkenen. Zij die reeds uithoofden van hun beroep, van welke instantie dan ook, reeds kinderbijslag genieten, komen vanwege het bureau AKB niet opnieuw in aanmerking daarvoor. Paramaribo 23 augustus 2019, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.